Welkom bij SKA, de gezonde kinderopvang. Vandaag kook ik met deze twee kanjes. Mijn naam is Miranda. Ik ben Mees. Ik ben Kay. En vandaag maken we courgette spaghetti met tomatensaus. We hebben de ingrediënten alvast klaargezet. 250 gram gehakt. Mooie balletjes van gedraaid. 1 gesneden ui. Pijnboompitten. En 850 ml tomatenpulp met basilicum. En we starten vandaag met het snijden van de courgette. Ik ga hem zo draaien. Hou je hem hier vast. En hou je die ook zo vast. En dan draai je voorzichtig rond. En dan komen er allemaal sliertjes uit. Ik heb een hele mooie bak waar de sliertjes zo in kunnen. Dan wordt het echt courgette spaghetti. Nou, dit is het geworden. Is goed gelukt, denk je? Ja. Volgens mij ook wel, hè? Nou, we gaan weer verder. Ja. Hey, wil jij eerst even een klein beetje olijfolie in de pan doen? Pak de olijfolie maar. Ja, dat is goed, stop maar. Ja, helemaal goed. De uitjes mogen er ook in. Doe er maar in de pan. Oh, zie, hoor eens ook. Nou, doe ze allemaal maar in de pan. Ah. Ja, alles mag in de pan. Kan je een beetje helpen? Ja, helemaal goed. Mees, en dan? De gehaktballetjes. Nou, doe ze er maar in. Roeren. Oh, zie. Het wordt een beetje een bruin. Ja, gaan we de saus erbij doen? Ja. Kunnen de balletjes in de saus ook nog een beetje doorgaren? Ja. Ja, want het heeft wel een tomaat. Oeh! Ja. Bubbels. Ja, bubbels, hè? Hoe zou dat komen? Oh, saus. Ja. Hey, we doen er nog een beetje peper en zout bij. Jij mag een beetje zout erbij doen. Ja. Beetje harder schudden met je hand zo. Ja, hartstikke goed. Beetje peper. Je doet een beetje peper, een beetje eroverheen. Dan roeren we hem nog even door. En dan laten we het even 8 minuutjes lekker sudderen. En ondertussen koken we in 2 minuten de courgette spaghetti ook gaar. Dan ben ik de pan gevuld met wat water. Mees, wil jij die erin doen? Allemaal? Ja, allemaal. Hele hand vol. Heel goed. Courgette is gaar. De courgette spaghetti. Dus schep er even een beetje op een bordje. Lijkt net echt een spaghetti, hè? Dat ziet er lekker uit. En om het helemaal mooi te maken, kunnen we er nog een beetje pijnboompitjes op doen. Ja, dat mag. Ik vind dat het er super lekker uitziet. Wat vinden jullie? Is het gelukt, denk je? Ja. Laten we het gaan proeven. Ja. Oké, wat vind je ervan? Lekker. Mooi zo. Nou, weer een gezonde maaltijd. Vergeet niet het duimpje omhoog te doen, het belletje aan te klikken, zodat je niks mist. En te abonneren op ons kanaal voor nog meer kookvideo's. We hebben de ingrediënten alvast klaargezet. 250 gram gehakt. Mooie balletjes van gedraaid. 1 gesneden ui. Pijnboompitten. En 850 ml tomatenpulp. Met basilicum. Basilicum. En tomatenpulp met 800. Wat erg. Even zo. Oké. En tomatenpulp met. Nog één keer. En 850 ml tomatenpulp met basilicum.